Bentley of Rolls? Oei. Moeilijk, hè? Ja. Daar gaan de gratis auto's. 538 DJ Hotel. Daar staan we dan voor de ingang van het 538 DJ Hotel. Het gaat hier al 4 dagen helemaal los. En vanavond staat niemand minder dan Afrojack hier achter in de zaal, in de showcasezaal te draaien. Ja, en het is een hele kleine zaal. Dus als je erbij bent, dan kun je echt in je handjes wrijven dat je dit meemaakt. De exclusieve showcase van Afrojack begint zo meteen. Maar laten we hem eerst even het hemd van het lijf vragen. Let's go. Daar zitten we dan met niemand minder dan Afrojack. Hey. How's it going? Ik ben moe. Echt? Ja, ik ben fucking moe. Ja, maar ik zag ook, jij bent ook nog naar Walibi geweest gisteren. Ja. Hoe was dat? Ja, heel leuk. Met fans en met je collega-dj's? Ja, klopt. Sowieso, er zijn heel veel dj's die hun tijd nemen voor de fans, maar jij bent wel daar, gaat net even een stapje verder, toch? Ik doe het op mijn eigen manier. Ik vind het altijd een beetje makkelijk van, hey, handjes schudden, meet en greet en laat is. Dus ik dacht van, ik doe iets speciaals voor die gasten. Ik neem ze allemaal mee naar Walibi. Ja, dat is leuk. Hey Afrojack, we hebben het volgende voor je bedacht. We hebben een aantal vragen van luisteraars binnengekregen. We willen zo snel mogelijk op je afvuren. Gewoon even de powerronde, zeg maar. Ja? You ready? Oké, dan gaan we. Deze is van... Ja? Zeker? Nee, ja. Oké. Lottie vraagt wat je vroeger wilde worden. Brandweerman. Niel die vraagt, wie is je grootste inspiratiebron? Mijn moeder. André die wil weten wanneer je een track gaat maken met Hardwell. Heb ik al heel vaak gedaan, ga ik nog heel vaak doen. Dan hier nog eentje van Raffi, die zegt, wat is je favoriete schepijs? Aardbei. Rosa, die vraagt wat je nog wil bereiken in je carrière? Nog meer feistjes. Allemaal kleine feistjes. Gaat goed met feist, hè? Ja, gaat heel goed. Ik heb hier nog eentje van Hayden, die zegt, wat was voor jou het hoogtepunt van het afgelopen jaar? 100 miljoen views. Ja. Hillary of Trump? Nederland. Adidas of Nike? Nike. Paris of Vegas? Vegas. Bentley of Rolls? Oei. Moeilijk, hè? Ja. Daar gaan de gratis auto's. Oké, goed. Snap ik, dan kan je geen keuze in maken. De snelste. Het zijn allemaal hele mooie auto's. Wat is je vaste bestelling bij de McDonald's? Kip nuggets met barbecue saus, 20 keer. Kom maar op. Hier nog een vraag van Mike. Die zegt, vind jij jezelf knap? Nee. Vind jij me knap? Ja. Mooie man ben je. Nee, ik niet. Oké. Hij is 50-50, dat is niet slecht. Ik heb er een van Laura. Die vraagt, welke dingen doe je alleen voor het geld? Nee, nou, het zijn echt hele kleine dingen. Ik doe soms een remix of zo, of een productie voor een heel erg rijk dochtertje of zoontje van een hele rijke familie. En dan natuurlijk als dat uitkomt, dan promote ik dat alsof het echt shit is. Maar ja, heel af en toe doe ik dat. Maar dat is dan ook echt 1 dag werk en het staat gelijk aan maanden werk normaal. Wat vond jij in het afgelopen jaar zonde van je geld? Dus dat je heel veel geld aan hebt uitgegeven, dat je achteraf dacht, ah, had ik niet moeten doen. Oh, ha, iPhone 7. Ja, zonde? Niet deze mini-jack. Niet deze mini-jack, .1. Ze brengen dat ding uit. Maar dan zijn er natuurlijk nog geen hoesjes. Dus eerst laat je dat ding 10 keer vallen totdat die kapot is. En dan moet je er nog geen kopen. En een hoesje. Een iPhone 7 kost er 2. Plus een hoesje. Plus zo'n kabeltje. En dat ding werkt de helft van de tijd niet. Terwijl ik iPhone 6 dat deed altijd. iPhone 6 was geweldig. Dus je hebt weer een stapje terug gedaan. Gewoon 6 nu. Nee, ik heb nog steeds die 7. Ik heb hoop dat Apple zijn best gaat doen om de shit te fixen. Maar dat was echt een tegenvaller. Veel plezier zometeen. Dankjewel. Ja, en Afrojack, omdat je toch in je box-outfit bent. Ja. Wil ik vragen, wil jij maar gewoon 1 keer? Gewoon 1 punch? Nee, durf je niet? Dat zou heel aardig zijn. Ja, maar jij denkt dat je mij knock-out slaat? Nee. Ik sla helemaal niet. Ik sla niemand. Ik ben van de liefde. Ladies and gentlemen, Afrojack! Ivo? Ja? Ik zit op de stoel van Afrojack. Ik denk dat jij de komende 3 weken nog in deze broek blijft rondlopen. Zeker weten. Deze ga ik op eBay zetten. En wij gaan zo meteen naar de showcase van Afrojack. En als je alle filmpjes wil zien, ga je naar 538.nl/DJ Hotel. Duimpje omhoog. Als je het leuk vond. Of omlaag als je het kut vond. Ja. Doei. Doei. Check alle highlights op 538.nl/DJ Hotel.